Den Haag heeft het Malieveld, Amsterdam dus ook niet altijd makkelijk het Museumplein. Maar wij zouden als evenementenstad best wel een goed manifestatieterrein mogen hebben. Het brengt mensen samen ook en dat hebben we ook nodig hier in Rotterdam. Rotterdam is een echte festivalstad, maar de ruimte wordt schaars en de stad moet hier creatief mee omgaan. Onlangs heeft het Rotterdamse College een aantal wijzigingen in het locatiebeleid doorgevoerd. Welke wijzigingen zijn dat en hoeveel reële ruimte is er nog in de stad? We hebben de laatste jaren gemerkt dat de parken een beetje onder de druk zijn komen te staan. En we gaan nu hebben het beleid herzien omdat we veel meer willen naar een betere balans tussen rust en reuring. Jullie organiseren Woodstock in het Kralingse Bos, park. Hoe zit dat daar dan? Nou, het Kralingse Bos, wij waren samen met Aziz met het Kralingse Bos Festival de enige twee. En uiteindelijk zijn er een aantal in ons kielzog erbij gekomen. Ja, je merkt toch ook dat ook in die omgeving men het een beetje zat is. Nou, we hebben natuurlijk jarenlang die stad zien groeien. En ik ben trots op Rotterdam, begrijp me niet verkeerd. Maar de openbare ruimte wordt wel steeds schaarser en schaarser. Er moeten wel plekken zijn waar mensen kunnen leven. En langzamerhand wordt Rotterdam zo vol dat je niet veel plekken overhoudt om met z'n allen een feestje te kunnen vieren. Hebben wij te veel festivals in de stad? Nee, ik vind van niet. Ik moet altijd te veel reizen naar Amsterdam. Niemand heeft tijd om helemaal naar Amsterdam te gaan. Beter gewoon in je eigen stad. Maar ik heb het idee dat er zeker nog mooie plekken zijn in de stad waar dat zou kunnen. Ook buiten de binnenstad? Ja, bijvoorbeeld. Je hebt redelijk wat parken in de omstreden van Rotterdam. Nou, als we ze goed plannen, mogen er vast wel een paar bij. Maar zoveel als nu het Kralingse Bos belast wordt, daar is langzamerhand denk ik wel een limiet. We zijn natuurlijk heel erg creatief elke keer weer opnieuw aan het denken. Welke locaties zijn beschikbaar voor evenementen? Dus waar we nu mee bezig zijn, is een inventarisatie om te kijken van, zijn er eventueel nieuwe locaties? Zo hebben we bijvoorbeeld Park de Twee Heuvels, om een voorbeeld te geven, in IJsselmonde. Wat we in 2020 dadelijk onder andere ook willen gebruiken voor evenementen. Het is natuurlijk handig als je een goed park hebt en dan het ene naar de andere erin. Maar dan is het draagvlak is snel verdwenen in de omgeving van de bewoners en dat soort zaken. Een ander belangrijk onderdeel wat we hebben herzien in ons beleid is dat we ook de parken veel meer rusttijd gaan geven. Dus dat betekent dat parken ook na een zwaar evenement weer goed kunnen herstellen, zodat ze ook weer goed kunnen gebruikt worden door een volgende door bewoners of eventueel een volgend evenement. Spreiden is natuurlijk altijd moeilijk. Ik wil ook niet weg van hier, hè. Maar Rotterdam-Zuid heeft wel potentie. Dus daar kun je ook helemaal goede dingen doen. Zuiderpark is een uitstekende mooie locatie. Er zijn wel best meer ruimtes. Maar ja, sommige evenementen horen echt in een park thuis qua sfeer. Sommige evenementen zoals Rotterdam Limited, ja, culturele diversiteit vier in het centrum van de stad, dat hoort hier thuis. Maar vervolgens kan je ook kijken van, ja, wat kan een park bijvoorbeeld maximaal aan? Een park bij Euromast heeft toch een bepaalde hersteltijd nodig na een evenement. Dus hoeveel evenementen passen er binnen een jaar in? De organisatoren van de Nacht van de Kaap hebben aan de lijve ondervonden hoe belangrijk beschikbare ruimte kan zijn voor een festival. Dit jaar verhuist het evenement als gevolg van de ontwikkeling die het Deliplein en het omliggende gebied doormaakt. Het belangrijkste is dat de Veerlaan wordt aangepakt. Dan kan je het of veel kleiner maken, maar in het geval van Nacht van de Kaap, toch wel een populair evenement dat al 3-4 jaar uitverkoopt, was het toch handiger om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. En die hebben we hier gevonden.